Dus wanneer u hier naar kijkt en u denkt van boy, ino sap mi libi om en ogri mi bendo, brief me. Garone eluku de ogri fu yumoro, als je ervoor kiest om je hart aan hem te geven. Once ma dedi dedi giyu. Once ma dedi ge elibi abra giyu. Once ma de, di kan taki mi lopi so jo. Iman di sterft voor u. Iman di se leven geeft voor u. Iman di zoveel liefde voor u heeft. Is er iemand? Kent u die persoon? Die door alles heen klaar voor u staat. Die door alles heen voor u pleit. Die door alles heen zegt van mi digi you, mi lopi you en mi gimi libi abra na you. Dat is Jezus. Hij is de Messias. Hij is degene die geleden heeft aan het kruis voor ons. Hij is degene die tot de dood gehoorzaam is geweest. En gezegd heeft, papa, u geeft me die opdracht. Dus in gehoorzaamheid doe ik wat u mij vraagt. Alleen voor die hele wereld. Ja, ook voor u. En ook voor mij. Zo waarom Jezus? Hij heeft zijn leven gegeven voor mij. En ik ervaar het elke dag. Elke dag bij iemand te kunnen zijn. Waarbij je weet aan de hoogste plaats, daar die heilige voeten van Jezus. Daar kan je rust vinden. Daar kan je vrede vinden. Daar kan je het uithuilen if one tackle tik you. Daar kan je uitschreeuwen if you no sap zijn bedoel. Daar kan je lachen omdat je blij bent met de zegeningen die je hebt ontvangen. Daar kan je dankbaar zijn voor het leven dat je mag beleven. Zo Jezus, die staat klaar voor elk een van ons. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis voor die hele wereld. En hij is trouw. Gods woord zegt, hij is gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En omdat hij gehoorzaam geweest is, is hij verhoogd, heeft hij de naam boven alle namen ontvangen. Zo deze Jezus, die staat voor ons ter beschikking. Die geeft aan wat en hoe. Die geeft aan wat te doen. Die zegt daadwerkelijk, for true, mi digi you. Me gimi libi abragi you. En no one trouwen no de. Die kan doen op historie dat die. Niemand van de 8 miljard mensen op de wereld dan deze enige geboren zoon. Jezus Christus, die enige geboren zoon van de Allerhoogste God. En weet u, Gods woord is vol van liefde. Van het begin tot het einde is het liefde van de Allerhoogste Heer. Van het begin tot het einde is het goedentierenheid, is het barmhartigheid. Abu atinangasari atifugado. Zo deze geweldige vader, die geeft zijn zoon. Alleen om ons te redden. En weet u, hij heeft het met Abraham geprobeerd. Hij heeft het met Noach geprobeerd. Hij heeft het met het volk van Israël geprobeerd. Het leek alsof niets lukte. Toen zei hij van nee, de awankodowang moet ik geboren. Zodat er redding is voor die wereld. Al zo lief had hij die wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En weet u, het lijkt soms moeilijk. Om te zeggen, ik wil Christus dienen. En ja, je zal wat offers moeten brengen. Je zal dingen waarvan je gewend bent. Weet je bijvoorbeeld, if je loopt tak do taki. Want if je no taka do taki, atori no spang. Wanneer je Christus dient, dan zal je dat moeten loslaten. Want er staat, er komt geen liederlijke taal uit je mond. Dus, akosi no man kos moro. En dat is een offer dat je moet brengen. Voor los den sani, voor man taki. Dat kan ik niet meer doen. Want no me din Jezus. Mi wa waka apasi di garo is sorry mi. Mi wa waka apasi di Jezus is sorry mi. Dus je moet loslaten. Dus het vraagt een offer, ja. Als je Christus wil dienen. Maar het vraagt ook een verantwoordelijkheid. Want die verantwoordelijkheid betekent dat je het licht van Christus moet uitstralen. Die verantwoordelijkheid betekent dat je de liefde van God moet uitdragen. Dus een offer en een verantwoordelijkheid vraagt het. Maar ja. Het loon daarvan, oh halleluja, is het eeuwig leven. Dus waarom zou ik dat offer niet willen brengen? Voor los de ogri voor mij, voor los de sandino bona in gado ai. Ik ben bereid om dat offer te brengen. Ben ik bereid om daadwerkelijk die liefde van God uit te laten stralen. Want voor true, hij is een God van liefde. Hij is een God van goedentierenheid. Hij is een God die het beste van ons wil. Denkt u dat hij er op staat en zegt van mi wan adis mupina, mi wan adis musiki? Nee, hij wil het beste van ons. Zijn hart is vol van liefde en hij heeft onvoorwaardelijke liefde. Dus wanneer u hier naar kijkt en u denkt van boy, ino sap mi libi om en ogri mi bendo, brief me. Garone eluku de ogri fu yu moro, als je ervoor kiest om je hart aan hem te geven. Garone e prakseer de ogri fu yu moro, als je denkt masra jamide, ik wil mijn leven geven aan hem. Want er staat in Gods woord, hij doet die zonde zover het oosten is van het westen. Hij doet die zonde in de diepte der zee. Dus ik wil u uitdagen.
hoe ogri uw leven er ook uitziet. Hoe broeia uw leven ook uitziet. Hoe ogri de strati voor u de. Dat u ervoor mag kiezen. Nee, moteka Jezus disi. En het is maar een stap waarbij u ervoor kiest om uw hart open te stellen. En om te zeggen, Masra, mi wan tap nanga ogri libi disi. Masra, mi wan tap nanga den sondu disi. En Masra, mi wan gimi srevi abra. Na you, die de gado asanta wang en amorhi wang. En Christus is het voorbeeld. Dus dat is dan het mooie in het geloofsleven. Dat Christus precies aangeeft hoe te leven en wat te doen. Want als we hem hebben gezien, hebben we zijn vader gezien. En hij zegt vaker in het woord, ik doe alleen wat ik mijn vader zie doen. Ik zet voort wat mijn vader me gezegd heeft om te doen. Dus hij staat klaar voor u als u durft zich open te stellen. Masra jamide, tik abra voor mijn libi en ik mi tap nanga de ogri doe. Dan gaat het leven misschien niet eens zijn van roze geur en maneschijn. Maar één waar er zekerheid is, omdat Christus voor u klaarstaat. Eén waar er zekerheid is, dat het aangezicht van God over u gaat. Eén waar er zekerheid is, waarbij u mag vaststaan en zeggen, voor true, mi libidin gado ana. En voor true, als uw leven in Gods hand is, dan bent u op de veiligste plek van die hele wereld. Want u kunt op hem steunen, u kunt op hem vertrouwen. Hij is de God die u niet begeeft en die u niet verlaat. Dat is die zekerheid waarmee u kunt stappen in het geloofsleven. Waarmee u kunt stappen in die intimiteit met Christus. Broeia no de, sari no de, kri no de, maar liefde en licht is daar. En dan kunnen we stappen op het pad. Een favoriete Bijbeltekst. Het is zo moeilijk, want Gods woord is zo vol van geweldige woorden. Gods woord is zo vol van beloften, van zaken die je kunnen aanmoedigen om te zeggen voor true. Mi wan gomoro fara na nga libi libi garo disi. Maar een tekst die me zeker aanspreekt, is de tekst van Paulus in Galaten, hoofdstuk 2, vers 20 en 21. Waarbij hij zegt, en die woorden herhaal ik vaak voor mezelf. Met Christus ben ik gekruisigd en gestorven. Zo niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, dan leef ik voor Christus die voor mij gestorven heeft, die mij lief heeft en voor mij zichzelf heeft overgegeven. Dat is een van de teksten die mij aanmoedigen om steeds door te gaan in het leven. En een andere tekst uit Jesaja 45 die mij ook aanmoedigen. Vrees niet, ik heb u bij uw naam geroepen. Vrees niet, ik ken u en ik hou u bij uw rechterhand. Deze teksten en zoveel meer bemoedigen mij elke dag om door te gaan met deze Jezus Christus. Omdat Jezus het voorbeeld geeft. En ik wil mijn leven inzetten voor deze Jezus. Mina trovi moro, ik durf een martelaar voor Christus te zijn. Wat heb ik te verliezen? Wat heb ik te verliezen? Het is niet eens mijn leven, zolang mijn ziel maar behoed is bij deze Jezus Christus. De Alibi City. En hij geeft het voorbeeld, zoals ik eerder zei. Zo de gezindheid van Christus kunnen we onszelf aandoen. De gezindheid van Christus is dienstbaarheid, nederigheid en dat je kan zeggen, ik wil gehoorzaam blijven aan deze levende God. Christus geeft het voorbeeld in dienstbaarheid. Hij geeft het voorbeeld in nederigheid. Hij geeft het voorbeeld in gehoorzaamheid. Die drie dingen kunnen doen en Christus daarbij kunnen volgen, zal het leven een heel stuk anders zijn. En mogen we daadwerkelijk blijven loven en blijven prijzen deze levende, geweldige en almachtige God. Bika ei libi. En omdat Jezus lief, mogen wij leven. We mogen leven hebben en overvloed, vol van liefde en vol van kracht van Gods geest. Blessings to you, God krachti. Ook voor u, in elke stap die u kunt kiezen, vooral in die stap die u met Jezus neemt om verder te gaan in het leven. Blessings to you, God krachti voor u.